Dames en heren, goedemorgen. Dit is een speciale nieuwsuitzending naar aanleiding van de scheepsramp die gisteravond rond 7:15 is gebeurd voor de havenmond van Zeebrugge. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise is daar om een tot nu toe onverklaarde reden gekapseist. En de tol van die ramp lijkt veel groter te zullen worden dan eerst was gedacht. Er waren volgens de jongste gegevens, want daarover is nog wel wat oneenigheid geweest, 463 passagiers en 80 bemanningsleden aan boord. En het schip is gekapseist in minder dan 2 minuten. En vandaar dat er zoveel slachtoffers zijn. Het officiële dodencijfer is nog niet bekend. Maar ons bereikte berichten dat er 45 lichamen al zouden zijn geborgen. En dat 345 mensen konden worden gered. Maar dat betekent dan ook dat de rest, 153 mensen, vermist blijft en waarschijnlijk is verdronken. Er is inderdaad nog weinig hoop dat zij uit het water of uit de romp van het schip gehaald zouden kunnen worden. Heel de nacht lang hebben wij 2 reportageploegen ter plaatse gehad. En zij hebben nu een eerste verslag klaar. Wij schakelen rechtstreeks naar hen over, naar Zeebrugge, naar Stefan Blommaert. Ik mag zo kort komen, is dat? De camera, je zit erin, hè? Maar dat geeft niet. Zo ja, de camera loopt. Het was iets voor 8 gisteravond toen de veerboot Herald of Free Enterprise van Townsend Torreson de haven van Zeebrugge verliet richting Felixstowe in Groot-Brittannië. Even buiten de vaargeul, nog geen 3/4 mijl, liep het schip averij op en het kapseisde in nog geen minuut tijd. Dat zijn de feiten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Liep het schip op een zandbank? Was er nog een van de laadruimen open waardoor er water in het schip liep? Het zijn gissingen, maar bevestigingen kunnen we daarvan niet krijgen. Hoe is de toestand nu op het schip? Waar ligt het? Reddy, jij bent gisteren tot vlakbij het schip geraakt en zelfs op het schip. Op het schip, ja, inderdaad. Het ligt dus helemaal zo'n 1400 meter, dus voorbij de havendam van Zeebrugge. Het ligt dus helemaal slagzij, dus bakboord. En we zijn dus inderdaad op het schip geraakt, samen dus met de Nederlandse sleper, de fighter die ons tot kinderen gevoerd heeft, om dus na te gaan. Dus hoe men nog eventueel kon een aantal mensen evacueren. Bovenop dat schip, dat waren hallucinante beelden. Redders van alle mogelijke pluimage, kickforce-mannen, helikopter, mensen die werden neergelaten en zo. Mensen van de marine en zo. Het was een chaotische toestand, neem ik aan. Het was een chaotische toestand, het was een heen en weer geloop bovenop ja, de flank van het schip, anders kan je het niet noemen. En ja, af en toe werd dan toch met man en macht gewerkt, maar dat was dan alleen nog maar helaas om lijken boven te halen. We gaan even kijken naar die eerste beelden van gisteravond, omstreeks 11 uur neem ik aan. Even rond 11, ja. Ja, dames en heren, die beelden worden nu klaargezet en ik hoop dat zij zo dadelijk vertoond kunnen worden. Dus de eerste beelden van op het schip dat slagzij had gemaakt, vannacht. We zagen toen we naar de Herald of Free Enterprise aan het varen waren, het onderste zeg maar van het schip. En dan het schip helemaal gekapseist naar het bakboord toe met de schoorsteen in het water. Bovenop het schip, zijdelings langslopend, de tekst, de naam van het schip, Herald of Free Enterprise. Een vreemd beeld, al die redders die op die zijwand aan het wandelen waren, of aan het rennen liever op zoek naar nog mogelijk mensen die konden gered worden. En zo kreeg je een beeld van wat ooit nog eens een trap was geweest aan boord van dat schip. De reddingsvlotten die bleven helemaal onaangeroerd. Dat bewijst hoe vlug eigenlijk alles is gegaan. Er is sprake van nauwelijks 1 minuut. En je ziet ook een paar van de slachtoffers die daarbij werden gemaakt. Hier ziet u de avenhoofden van Zeebrugge. Momenteel is de afstand tot is de afstand 3/4 van een mijl. Dat is dus ongeveer een goede 1300 tot 1400 meter. Dat dus het wrak verwijderd is van de haveningang van Zeebrugge.
Vanmorgen vroeg dan zijn we dan op uitgetrokken met een helikopter van de Belgische zeemacht. En dat was het zicht dat je dan kreeg. Het gezonken schip, het gekapseisde schip, omringd door schepen die nog hulp kwamen bieden. Het schip ligt zo'n 1400 meter uit de havendam van Zeebrugge. En maakt inderdaad meer en meer gevaarlijk slagzij. Dat was de situatie op en rond het gekapseisde schip. Ik moet er nog even bij zeggen dat het een Britse veerboot is van de rederij Townsend Torrison. En dat schip was speciaal ingelegd voor een extra excursie van Britse toeristen. Over de nationaliteit van de slachtoffers en van de opvarenden in het algemeen bestaat nog geen zekerheid, maar aangenomen wordt dat het allemaal Britten zijn. En we schakelen nu voor een tweede deel van het verslag opnieuw over naar Stefan Blommaert in Zeebrugge. Avond omstreeks 11 uur neem ik aan. Even rond 11, ja. Er waren 460 passagiers aan boord, 80 bemanningsleden. Doordat het schip in nauwelijks 1 minuut tijd zonk, was er voor veel mensen geen kans meer om zichzelf te redden. Het eerste reddingswerk was dan ook een schrijnend karwei. Heb je dat moeten zijn? Ja, dames en heren, er is blijkbaar iets misgelopen met de beeldcassette. Ik kan u nog wel even vertellen dat er een aantal telefoonnummers en verder een aantal telefoonnummers ter beschikking zijn waar familieleden en kennissen van opvarenden verder informatie kunnen krijgen. Het gaat allemaal over nummers met het netnummer 050 voor Zeebrugge dus. En het gaat specifiek om de nummers 54-72-00. 54-68-06, 54-45-97 en 54-47-14. Dus mensen die wat meer willen weten over opvarenden, die kunnen daar terecht voor informatie. En dan hoop ik nu dat de cassette met het beeldverslag weer klaar staat en dan krijgt u die nu. Uit het schip werden gehaald, uit het ruim, uit het restaurant. Ook daar zijn mensen omgekomen, wat bewijst dat alles erg vlug is gegaan. Die doden werden dus langs de zijwand van het schip naar beneden gehaald. En dan kwamen die terecht op een sleepboot die naast het gezonken schip aanmeerde. En het aantal van die slachtoffers werd steeds maar groter. In 2 uur tijd hebben er zo 30 geteld. Dit zijn beelden die voor zichzelf spreken, die eigenlijk geen commentaar behoeven. Ongelooflijk, maar zelfs een paar uur na het zinken van het schip werden dan toch nog een paar overlevenden uit het wrak gehaald. Dat gebeurde met de grootste omzichtigheid mogelijk. En dan een triestige aanblik van de lijken op het dek. Bij de reddingswerken werd ook enorm werk geleverd door de Sea Kings van de basis van Kokzijde. En die waren ook getuigen hoe dan het triestig gebeuren moest plaatsgrijpen van het van boord halen van de slachtoffers. Opvallend veel vrouwen en kinderen trouwens. En voor het allergrootste deel allemaal Britten. Het bittere einde van wat ooit dus een klassieke, normale, zeg maar doorsnee overtocht van Zeebrugge naar Felixstowe moest worden. En bij deze beelden wordt de vraag naar het hoe en misschien ook naar het waarom van het alles steeds maar groter.
Het rampenplan aan de Belgische kust is blijkbaar bijzonder snel op gang gekomen. De mensen zijn geholpen door Belgische en internationale hulpploegen. En veel van de passagiers zijn opgepikt door marineschepen die toevallig in de buurt een NAVO-oefening hielden. Dat waren Britse, Nederlandse en Belgische schepen. Ik denk dat we nu opnieuw naar Zeebrugge kunnen overgaan voor een volgende bijdrage. Dan moeten we weten wat we gaan weergeven. Camera loopt. Freddy, jij hebt dit dus allemaal meegemaakt op het moment zelf op het schip. Ik heb je zien terugkomen, je was erg onder de indruk. Ja, je zou het voor minder, Stefan. Het was ja, eigenlijk afgrijzelijk, zo de een naar de andere. Mensen zien bovenhalen, lelijk toegetakeld. De redders deden hun best. Zeer eigenaardig dat die mensen dus altijd maar voortwerken. En eigenlijk zonder verpinken. Je zag ook weinig emoties, werd ook weinig geschreven. Het was allemaal een beetje automatisch. Erg hallucinant eigenlijk. Ook wat misschien ons eigen werk betreft. Je bent dan bezig, je bent daar getuige voor je kijkers. Je wil beelden maken. Je wil vooral ook de sfeer laten aanvoelen wat daar plaatsgegrepen heeft. Maar eigenlijk hoe erg het allemaal is, dat sijpelt pas tot je door als je dan inderdaad begint aan wat wij onze montage noemen. Het is een catastrofe. Dat was ook de teneur van de eerste persconferentie die vannacht omstreeks 2 uur gegeven werd in een inderhaast opgetrokken perscentrum hier in het 5 verdiepingen hoog gebouw van de havenautoriteiten in Zeebrugge. Op die persconferentie waren diverse leden van de regering aanwezig.